mensen en welkom bij een nieuw filmpje. Ik ga jullie niet een hele 15 minuten vloggen hier, maar ik ga jullie alvast vertellen dat vandaag het optreden van Batida Maastricht is. Hier zien jullie mijn logo, oftewel, ik laat het jullie even beter zien. Op mijn achterkant van mijn trui zien jullie mijn Batida logo staan. We zijn een samba-band uit Maastricht en we treden vandaag op in Maasmechelen, oftewel in België. Zoals ik gisteren al op YouTube had gezet, zal ik dit vandaag gaan filmen. Ik zal het gaan editen op de manier hoe ik het tot nu toe kan editen. En dan laat ik jullie zien hoe onze dag verloopt. Het zal normaal verlopen als een normaal optreden, maar... Ja, in deze video zal ik het jullie laten showen hoe een normaal optreden bij ons werkt. Dus ik zal zeggen, veel plezier met kijken. Hey mensjes, daar ben ik weer. Ik wil even zeggen dat we zijn aangekomen in Maasmechelen. Daar allemaal parkeerplaatsen. Nu gaan we richting de mensen. Ja, ze kijken me aan wat ik aan het doen ben. Ze snappen het vloggen nog niet helemaal. Jongens! Waar komt Jennifer? Ja, we moesten even op iemand wachten. Ze liepen gewoon allemaal door. Kijk, allemaal lopen ze door. Even zwaaien naar YouTube. Hoi. Ja. Dus, dit gaat straks online. En, we hebben alles vastgezet hebben, hè, maar... Ja, op YouTube. Ja, tuurlijk. En mijn vlog. En dus Maasmechelen, heel mooi daar achteren. Ja, ik weet nog niet wat ik allemaal ga filmen. Dat is Martien. Hoi Martien. Hi. Dus, we gaan kijken wat we gaan vloggen. En de rest ga ik wel straks filmen. Maar ik weet nog niet wat. Onder het spelen gaat dat natuurlijk niet, maar... Doei. It's fucking raining. I hate this shit. Hallo lieve mensjes, Fabs en ik gaan een soort van Q&A doen. Ja? Ik ga rare vragen stellen, of normale grappige vragen. En zij doet hetzelfde bij mij. En dan gaan we eerlijk reageren. Ik kan niks beloven. Ja, nee, ik ook niet. Oké, Fabs mag beginnen. Vraag mij maar iets. Ga je gang. Bedenken. Ja. Paps weet niks. Ik ben inspiratieloos. Zou ik beginnen dan? Ja. Wat was je... even denken. Wat was je lievelingsprogramma toen je 6 jaar was? Toen ik 6 was? toen ik 6 was. Weet ik veel? Ik geen idee. Nee. Ik keek van alles. Ik vond bommel leuk. Oké, we gaan de deur open doen voor mensen. Kom mee. Ja, ja. Ze hebben paniek. Kijk. Alsjeblieft. Oké. Okay. Daar zijn we weer. Hij valt. Heb je een vraag bedacht? Georg, ken je al. Oké. Wat heb je nu? Alleen maar pizza kunnen eten of alleen maar lasagne? Ah, alleen maar pizza of lasagne? Ik denk alleen maar pizza. Pizza is zo gewoon zo pizza-achtig verslavend. Er komen allemaal mensen excuses. Ja, dus we praten hard. Oh, close up. Oeps. Oké, okay, ik heb een vraag voor Fabs. En ik kom heel onverwachts. Wat zou jij doen als je een blauwe hond had? Een blauwe hond? Ja, een blauwe hond. Kruipverven. Na een normale kleur. Welke kleur? Ja, wil ik heel bruin, wit, zwart. Oké dan. Ik vind een kruipverven. Ik vind een blauwe hond wel vet. Ja, maar niet... I'll get my stuff from all out. Okay. Yeah. Niet voor ons, niet voor ons. Nee, oké. They speak English here. And I'm crazy for them.
shut up and dance with me or going away. Ja. Oh god. Niet weer. Oké, hij kan zelf binnen. Dus, we worden gestoord de hele tijd. Maar wie was aan de beurt? Mijn haar ziet er echt niet uit vandaag. Kut regen. Mijn ook niet. Oh ja. Daar gaan we het over hebben. Daar gaan we het over hebben. Op de regen. Vandaag zouden we toch heel leuk gaan optreden in Maasmechelen waar we nu zijn. We staan hier binnen. Tegenover cola machine. Oh, dat vind ik leuk. Oftewel, omdat het regent. We hebben net om moeten optreden en we hebben moeten schuilen voor de regen. Dat was echt... My hair. Mijn haar was zo mooi en nu... Niet meer. Nee. Daar word je toch depressief van, jongen. Nee. Ja. Wat gaat het? I don't like it. Godsamme Jezus, we gaan de deur weer eens open doen. Ja, maar wat een leuk vlog. Deur open, dicht doen. Dat wordt de nieuwe titel, Fabs. Ja. Welkom. Dus. Er is Fabs weer. Ja. Ik ga je... Ja, nee. We must go. Goodbye. Ik ga nu gaan spelen, dat gaat niet. Hij mocht. Dat was volgens mij of een memespel of een halve voorstelling. Vers. Daar, voorstelling. Ik heb geen idee. Oei, dat is jammer. We waren de ram verkeerde kant op gelopen. Nu gaan we richting. Hoi, mam. Dat is mijn moeder. Even voorstellen, hoi, mam. Hey, bestie. Stel dich even voor. Dat is mijn moeder. Ze is zichzelf, zegt ze. Heel ouderwetse grap. Is het dat wel? Ik... Dus, hier ligt een H&M, een Pearl en een Bart Smit. Staat hier allemaal en een Hema. Hema. Dat is de Hema. En verder hangen hier geen borden. Ik film even de mensjes die hier lopen. We lopen nu richting de rest van de band. We zitten nu in een winkelcentrum van Maasmechelen. Het is best wel super groot hier. En we gaan nu op pad. We waren de hele band kwijt. We hebben ze weer gevonden. Yes. Oké, er zat dus daar net een man met een 3D-bril op. Zo heel groot. Dat hij 3D rond kan kijken, maar dat zag echt niet uit. Ik kan het niet filmen, want dat valt natuurlijk op en dat is niet perfect. En ik weet niet of hij op YouTube mag. Dan krijg ik een schuld en ben ik mijn account kwijt op YouTube, dus daar heb ik geen zin in. Dus vandaar zeg ik het even. Dit is Lex. Lex is van een bestuur. Zeg je boy. Hoi, dag. Doei. Oké, er zat dus daar net een man met een 3D-bril op. Zo heel groot. Dat hij 3D rond kan kijken, maar dat zag echt niet uit. Ik kan het niet filmen, want dat valt natuurlijk op en dat is niet perfect. En ik weet niet of hij op YouTube mag. Dan krijg ik een schuld en ben ik mijn account kwijt op YouTube, dus daar heb ik geen zin in. Dus vandaar zeg ik het even. En even shoppen natuurlijk. Ja, Fabs, lijkt lekker. Fabs, zie maar happy. Ja. Hoi jongens. Fabs geeft knipjesjacht. Knopjesjacht. Nee, geen knopjes. Helaas. Met Fabs winkelen, leuk. Oké, de woman in black is real. Je ziet het daar lopen en het is geniaal.
Geniaal horrorfilm, jongens. Perfect. Sta met er op de foto. Helemaal top. Oh my god. What is he doing? And into the stomach. He's gonna eat this thing. Do is going to bring a totally new meaning to the term deep throat. Creepy. Don't worry, the children don't understand that joke. And if Schnapps they do, it's not my fault. People, before I risk my life, quick question. People, hands up if you think hands I can swallow up. This sword. I don't get it. Hey Lex, say hey. Hi to YouTube. I don't get it. You don't get it. Oh, poor you. That's cool, thank you for your but honesty. I love you so much. Okay, but a lot of people are don't you happy now? For any question. Excuse me? Are you happy now? Hands up no. If you don't care no. If I can throw the shut board. Lex. Come here. Wait. Yeah, huggy. Yeah. Hey lieve mensjes, nou ja, dit was mijn vlog alweer. Zoals jullie zien ben ik alweer thuis. Ik ben doodmoe. Het was een lange dag, maar wel een superleuke dag. Ik heb de meeste dingen die ik gedaan heb proberen te filmen voor jullie. Oké, onthoud wel. Ik ben al het editen kwijtgeraakt. Ik heb het YouTube niet meer onder controle. Ik ben gestopt. Ik moet het opnieuw weer aanleren en... Daar heb ik tijd voor nodig. Dus ik ben niet de beste YouTuber nu. Dat ga ik nooit worden. Ik ben niet zelfverzekerd. Maar ik doe mijn best. En ik hoop dat jullie het leuk vinden dat ik dit doe. Als je me niet leuk vindt, doe dan vooral een dislike. Het boeit me geen fuck. Als je me wel leuk vindt, abonneer en doe een like. Daar maak je me blij mee. Big smile. Oké, morgen heb ik nog een vlog. Waarschijnlijk. Misschien hebben we weer optreden. Dus tot snel.